Dames en heren, ik heet u van harte welkom in de Pieterskerk bij deze 79ste herdenking van de doden. En in het bijzonder verwelkom ik de spreker van vandaag, de burgemeester van Leiden, de heer Peter van der Velde en zijn echtgenote. En de andere leden van het college van BMW, gemeenteraadsleden, de rector Magnificus en andere vertegenwoordigers van het Leidse onderwijsveld. Vertegenwoordigers van de Oxford Leiden Link en van andere maatschappelijke organisaties en de delegaties van de Leidse studentenvereniging. Maar toch en vooral ook roep ik een welkom toe aan u allen die als burger van onze stad naar deze kerk, dit hart van de stad, bent gekomen. U heeft besloten om erbij te willen zijn, ondanks de gevoelens die in onze samenleving zijn gaan groeien en die tot vragen en consequenties leiden die dit samen zijn op 4 mei, dit samen herdenken, op de proef kunnen stellen. Misschien wilt u met uw aanwezigheid ook steun betuigen aan dat eigen karakter van deze herdenking. Een herdenking die los van actuele gebeurtenissen de actuele waarde van eerder bevochten vrede wil onderstrepen. Dodenherdenking in Leiden volgt in haar doelstelling het Nationaal Comité. Wij herdenken alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot op heden door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen, dan wel wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen. Deze doelstelling biedt een duidelijke begrenzing, een helder kader. Ik ben ervan overtuigd dat wij in Leiden dat kader zullen respecteren en, voor zover nodig, roep ik daartoe op. Morgen vieren we de vrijheid. Laat ons vandaag de vrede koesteren. Goedenavond allemaal. Ik ben stadsdichter van Leiden en 2 jaar geleden schreef ik een gedicht. En helaas is die nog steeds van toepassing. Als de stilte. Ik mis je om mee te schommelen. Ik mis de klokken die ongelijk galmden. Ik mis het maaien van de bloemen in plaats van het gras. Ik mis je om de geur van jouw tomatensoep. Om de dropjes bij het dammen. Om de opgeheven vinger bij een bevlogen verhaal. Ik mis het gele lichtje in de kamer. Ik mis de kleuren.
In kleuren vertel ik nu mijn gemis. De dood stond voor jouw deur en jij deed open. Het was ook tijd. Ik zei dag, jij zei dag. Ik mis je om ons leven dat zo bedoeld was. En eindigde zoals het bedoeld was. Alleen als de dood onredelijk begint zich onverwachts meldt. Als de dood kogels laat rondslingeren, soldaat en roekeloos is. Als de dood door haat wordt gebracht, leugens afvuurt. Als de dood weet dat hij te vroeg is. Maar toch komt. Als de dood, als de dood, als de dood, als de dood. Dan herdenken we. Samen. In beelden, in liederen, in gedichten, in stilte. Overal herdenken we samen. We herdenken de dood in brons. Een jongen met een duif, een meisje in een gedrapeerd gewaad. Een donker dolend doolhof in Berlijn. We herdenken het bronzen leven. Het niet kunnen vliegen, maar wel een vogel zijn. Het niet kunnen lachen, terwijl de mens graag danst. Het vastzitten in een trauma, het gemis van het niet meer kunnen omarmen. We herdenken het oneindige leed van nieuwe namen op een nieuwe gevel, van een nieuwe strijd, van een nieuwe oorlog, keer op keer. De symboliek van het herdenken brengt ons niet dichter bij het leed. Alleen het zien van het leed brengt ons niet dichter bij onze ratio. Ik wil geen nieuwe namen op nieuwe gevels, van een nieuwe oorlog, van een nieuwe strijd. Ik wil geen herhaling meer van zetten. Nee, ik wil leven en het leven laten leven zoals het bedoeld is. Glänzt in Ewigkeit, das uns gab.
Vrijheid vertelt. Dames en heren, geachte aanwezigen. Vandaag is het 4 mei 2024. En vandaag zijn we hier in de Pieterskerk Leiden bijeen om te herdenken. Vandaag herdenken we allen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord. Zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, maar ook in oorlogssituaties en bij de vele vredesoperaties daarna. Het thema van dit jaar van de herdenking is Vrijheid vertelt. En juist door de verhalen over oorlog en vervolging met elkaar te delen, zijn wij ook in staat om te herdenken. En wat zou het toch mooi zijn als we als de mensheid door te herdenken konden leren van onze geschiedenis. Juist om met elkaar lessen te trekken voor de toekomst. Maar, cynisch gezegd, toont onze hele geschiedenis aan dat de mensheid nooit iets leert van de geschiedenis. Want om de zoveel tijd breekt er weer ergens een nieuwe oorlog uit. En die had nooit mogen uitbreken. Dan breekt er weer een oorlog uit waarvan we na afloop zeggen, dit nooit meer. Het is pijnlijk, maar waar. Na de Tweede Wereldoorlog zeiden we allemaal, dit nooit meer. Maar zijn we over de hele wereld oorlogen blijven voeren. En ook vandaag staan de kranten er helaas vol van. De oorlog in Oekraïne woedt al ruim 2 jaar lang op ons eigen continent. Maar ook zien we sinds 7 oktober 2023 weer vreselijke beelden uit Israël en Gaza die door merg en been gaan. Je kunt dan ook terecht de vraag stellen, heeft het wel zin om oorlogen en vervolgingen te herdenken? Heeft het zin die verhalen te vertellen? De mensheid leert er toch niets van. Ja, is mijn ondubbelzinnig antwoord. Het is belangrijk om te herdenken en te blijven herdenken en de verhalen over oorlogen en vervolgingen te vertellen. We moeten de geschiedenis levend houden, omdat we er als mensheid misschien niets van leren, maar als persoon wel. Als persoon kun je er wijzer van worden, omdat je door al die verhalen ook geïnspireerd kan raken. Als ik denk aan vroeger, aan de Tweede Wereldoorlog, dan denk ik vaak terug aan het verhaal van mijn oom. Oom Piet, Piet van Lammeren, die in de Tweede Wereldoorlog hier, niet zo ver vandaan, vastzat in het Oranje Hotel, de gevangenis in Scheveningen. Hij vertelde niet veel over zijn ervaringen in de oorlog. Dat een beeld is wat ik van veel mensen ken en ook kan begrijpen. Maar toch, wat zou het goed zijn om die verhalen te horen, zodat we onze voorouders, die hebben gevochten voor onze vrijheid en zwaar, zeer zwaar vaak hebben geleden, kunnen blijven herdenken. Zeker nu de generaties die de oorlogen hebben meegemaakt, zoals bijvoorbeeld mijn oom, bijna niet meer onder ons zijn. Oom Piet had bij de invasie van de Duitsers gevochten in Delft en was daarna toegetreden tot het verzet in Bergen-op-Zoom. Hij werd in februari 1944 opgepakt en naar een cel in het Oranje Hotel gebracht. We weten niet veel van zijn verblijf in deze gevangenis, maar we weten wel dat hij in cel 446 de eerste regel van het bekende lied Merk toch hoe sterk in de muur heeft gekerfd. Bergen op Zoom houdt zich vroom. Oom Piet werd overleefde de oorlog en werd geëerd met het verzetsherdenkingskruis, maar sprak zoals gezegd nooit over zijn tijd in gevangenschap. Na de oorlog zweeg hij en niemand wist eigenlijk wat hem allemaal was overkomen.
pas vele jaren later, in het bijzijn van zijn kinderen, waarvan er vandaag twee hier aanwezig zijn, vertelde hij tijdens een tafelrede zijn verhaal over alle verschrikkingen, om daarna weer te zwijgen. Ik heb geprobeerd mij te verdiepen in wat mijn oom daar in die gevangenis was overkomen. En ik stuitte op Max van Haastrecht. Max is promovendus aan de Universiteit in Leiden en aanwezig hier in de Pieterskerk vanavond. En hij vertelde mij het verhaal van zijn opa, Ton van Haastrecht, die als 19-jarige jongen ook in het Oranje Hotel gevangen zat. Een jaar voordat mijn oom daar gevangen zat. Ook de opa van Max vond het na de oorlog moeilijk om over die tijd te praten, net zoals mijn oom. Maar hij had in die periode in de cel een dagboek bijgehouden met al zijn ervaringen. Max vertelde mij dat zijn opa vastzat in cel 493 van het Oranje Hotel. Zijn opa Ton schreef in zijn dagboek over een zin die in de celmuur was gekerfd door een vorige bewoner die er gevangen had gezeten. Op de muur stond de tekst "Love it away, life is always a poem, written by God." Bijzonder dat in beide cellen er een tekst is geschreven. In enkele zin, wat eigenlijk ook een heel verhaal vertelt. Een mooie tekst om de moed erin te houden. En met veel symboliek geschreven door gevangenen die opgesloten zaten in het Oranje Hotel. Opgesloten onder soms gruwelijke omstandigheden. De leiding van het Oranje Hotel was in handen van de beruchte SS. Men mocht daar niet douchen. Lezen was ook verboden. Luchten mocht maar minimaal. De hoeveelheid voedsel was zeer beperkt. En de kwaliteit verschrikkelijk. En men was bovendien onderworpen aan de willekeur van de Duitsers. Te pas en te onpas werden straffen uitgedeeld, maaltijden overgeslagen. Kalte kost heette dat laatste. De muurteksten zijn nog steeds te zien, want de gevangenis is inmiddels een museum geworden. En de cellen zijn nog steeds in de staat waarin ze zijn achtergelaten. Ook cel 446 en cel 493, vlak naast elkaar. Mijn gedachten gaan vanavond dus van hier, vanuit deze Pieterskerk, naar mijn ome Piet en de opa van Max, daar in het Oranje Hotel in Scheveningen. Maar mijn gedachten gaan dan ook uit naar al die bekende gevangenen in het Oranje Hotel. Anton de Kom, Simon Vestdijk, Erik Hazelhoff Roelsema, George Maduro, maar ook hoogleraar Rudolf Klevinga. Hij zat er vast van november 1940 tot 1 juli 1941, na zijn beroemde protestrede in het Academiegebouw van Leiden. Als decaan van de rechtenfaculteit had hij zijn grote afschuw uitgesproken over de maatregel van de bezetter om Joodse hoogleraren, onder wie zijn gewaardeerde collega Eduard Meijers, die op dat moment college had moeten geven van de universiteit, te verwijderen. De moedige Leidse studenten besloten naar aanleiding van zijn protestrede te staken, hoewel Klevinga daartoe niet zeker had opgeroepen, waarop de universiteit door de bezetter gesloten werd. Dames en heren, vandaag vertel ik u ook het verhaal van het Leidse kosters-echtpaar Willem en Elisabeth Rameau Flippo. Zij woonden hier in de Pieterskerk. Van 1916 tot 1946 bewoonden zij de kosterswoning van de Pieterskerk, samen met hun zonen Jan en Chris. En de dag na de capitulatie is het Willem Rameau die eigenhandig en met moed het grootzegel en de pedelstaf van de Universiteit Leiden voor de Duitsers verstopt in de kerk. Onder de vloer van de kerk werd een plekje gevonden
in een van de grafkelders, waar mogelijk misschien nu uw stoel staat. Het was de eerste daad van verzet van Willem Rameau, waarover hij na de oorlog een boek schreef. De Pieterskerk bood unieke schuilplaatsen, welke voor oningewijden praktisch ontoegankelijk waren, schreef hij. Iedere hoek en iedere lege plek die daarvoor geschikt was, werd als schuilplaats gebruikt. Ook de jaarlijkse herdenking van het Leidensontzet ging er tijdens de oorlog door. Willem Rameau schreef dat op 3 oktober 1941 bij de 366ste herdenking en viering van het Leidensontzet dominee Hendrik Cornelis Touw precies op deze plek in de Pieterskerk stond. Precies op de plaats waar ik nu sta, op deze kansel. Midden in de oorlogstijd en met vele NSB'ers in het publiek durfde hij het aan om herhaaldelijk aan te stippen dat de bezetting de vrijheden van Leidenaren inperkte en dat dat ongepast was. Dat er vele gevangenen ten onrechte gevangen zaten in het Oranje Hotel onder erbarmelijke omstandigheden. En zijn preek eindigde hij met het Wilhelmus dat toen al verboden was. Over moed en durf gesproken. Eind 1944, begin 1945, verborg het echtpaar Rameau Flippo wapens van de binnenlandse strijdkrachten onder de kerkvloer, waarmee werd geoefend onder leiding van zijn zoon Chris. Ook sliep er in die tijd ongeveer 30 onderduikers in de Pieterskerk. Zo was de Pieterskerk door de jaren heen door honderden onderduikers een ware schuilplaats. En de kosterswoning werd ook gebruikt door het verzet. Er werden vergaderingen gehouden, koeriersdiensten gearrangeerd en persoonsbewijzen vervalst. Na de oorlog wisselde de kosterswoning nog een aantal malen van bewoners. En bij het vertrek van de laatste koster, 15 jaar geleden, kreeg de woning een andere bestemming. En werd het een bed and breakfast in beheer van de Pieterskerk Leiden. Als eerbetoon aan de familie Rameau Flippo kreeg de woning met toestemming van de zonen van Jan en Chris de naam Villa Rameau. Na de Tweede Wereldoorlog zijn we gaan denken, gaan hopen dat een oorlog op ons continent nooit meer kon plaatsvinden. Maar dat was ijdele hoop. Ik neem u mee naar februari 2022. En ik vertel u het verhaal van Tania, geboren in Luhansk in de Donetsk en opgegroeid in een regio in het zuiden van Oekraïne. Ik vertel u het verhaal van haar dochter Dasha, die in Oekraïne naar de basisschool gaat. En haar 17-jarige zoon Jehor, die wordt opgeleid aan de zeevaartschool in Gerson. Februari 22. Er zijn wel signalen dat er oorlog komt. Maar ook Tania kan het zich niet voorstellen. Maar het maakt haar wel bang. En dan op een ochtend. Jehor belt haar op vanuit Gerson. Het is vroeg in de morgen. En Tania weet meteen, het is mis. Jehor zegt, de oorlog is begonnen en hij komt naar huis. Gerson was gebombardeerd. En Jehor had gezien dat het vliegveld onder vuur lag. Normaal duurt zijn reis 40 minuten, maar nu meer dan 4 uur. De volgende dag gaat de echtgenoot van Tania naar de kazerne om te kijken of hij kan helpen. En hij registreert zich als militair. De weken die volgen zijn voor het gezin vreselijk. De Russen komen steeds dichterbij. En iedere keer als het luchtalarm gaat, moet de familie naar de schuilkelder. En dat gebeurt heel vaak. Er is grote vertwijfeling. Hoe lang gaat dit nog duren? Jehor blijft 's nachts wakker om het gezin te wekken voor als het luchtalarm afgaat. En overdag slaapt hij. De man van Tania vecht inmiddels aan het front. En zijn lot is zeer onzeker. Tania besluit om met Dasha en Jehor te vluchten, wetende dat ze haar man zal moeten achterlaten.
Ze vluchten naar het westen van Oekraïne. En daar zitten ze 4 dagen in een opvang. Ze slapen in de overvolle gymzaal van een school. Ze verlaten het land en gaan te voet naar Slowakije. En met hulp van lieve mensen kunnen ze verder naar Oostenrijk. En vanuit Wenen reizen zij door naar Leiden. En daar worden ze met open armen opgewacht door Frieke en Boy. En nu? Nu is het 4 mei 2024. Er is nog steeds oorlog op ons continent. En Tania, Jehoor en Dasha zijn nog steeds in Nederland. En vanaf het moment dat ze in Leiden waren, konden ze via Frieke en steun van een paar zeer gulle donateurs onderdak vinden in de Leidse Pieterskerk, in Villa Rameau. De oude kosterswoning van het echtpaar Rameau-Flippo uit de oorlog. Schuilplaats van alle tijden. Tania geeft online les aan kinderen in Oekraïne, als er tenminste stroom is in het land. En daarbij, daarbuiten, werkt ze hier in het Pieterskerkcafé en leert ze Nederlands. Dasha gaat in Leiden naar school. En ze baalt wel dat ze 2 keer per dag les krijgt, overdag op school en 's avonds nog een keer van haar moeder. Jehoor is inmiddels 19 jaar oud en vliegt af en toe de wereld over voor een aantal weken stage op een zeevrachtschip en is daarnaast de vaste kracht van de Leidse Pieterskerk. En iedere stoel waarop u nu vanavond zit, heeft hij voor deze dienst vanavond eigenhandig hier neergezet en gekoppeld aan de stoel naast u. De familie die vindt onderdak en bescherming in Villa Rameau. Anders dan de onderduikers 80 jaar geleden kunnen zij zich vrij bewegen en hebben ze het, zoals ze het zelf zeggen, enorm getroffen met hun nieuwe familie hier in de Leidse Pieterskerk. Maar oh, wat willen ze toch graag terug naar Oekraïne. Hier is het gewoon wachten. Tania maakt zich terecht grote zorgen over haar man. Dasha heeft nieuwe vriendjes en vriendinnen gemaakt, maar mist ook nog haar oude vrienden in Oekraïne. En Jehoor, die voelt zich schuldig. Hij heeft het fijn hier en hij werkt hier hard in de Pieterskerk. En hij heeft hier een eerste liefde gevonden. Een Oekraïnisch meisje die al 5 jaar in de mooie stad Leiden woont. Maar de twijfels slaan soms ook toe. Zou het niet beter zijn als hij samen met andere mannen zou vechten aan het front? En ja, ze hebben alle reden om af en toe neerslachtig te zijn. Maar ze houden zich vast aan de eerste regel van het Oekraïnisch volkslied. Oekraïne is nog niet vergaan. Ze blijven ook positief vanwege de barmhartigheid en de gemeenschapszin hier in Leiden. En die barmhartigheid heb ik ook mogen ondervinden in Leiden toen ik aantrad als burgemeester. De meeste Leidenaren zijn niet onverschillig. Niet lang geleden ging ik naar een informatieavond in de Mors over de uitbreiding van een asielzoekerscentrum aan de rand van de wijk. Ik ging dat, en dat wil ik u bekennen, met een wat bezwaard gemoed naartoe. Ik weet hoeveel weerstand er in het land regelmatig is rondom opvanglocaties. Wat ik die avond meemaakte, ontroerde mij. Leidenaren gaven aan dat ze er voor de vluchtelingen zouden zijn. Stelden zinnige en soms ook kritische vragen of er wel voldoende medische zorg in de buurt was. En vroegen ook of ze zelf als bewoner wat konden doen om te helpen. Dames en heren, geachte aanwezigen. De verhalen van de gevangenen in het Oranje Hotel, de familie Rameau-Flippo, Dominee Tau, Klevinga, de stakende Leidse studenten, de leden van het gezin van Tania in deze Leidse Pieterskerk en de bewoners van de Mors. Ja, totaal verschillende verhalen, maar 1 ding gemeenschappelijk. Allemaal toonden zij in zekere zin moed. Allen toonden betrokkenheid richting de medemens. Allen waren niet onverschillig. Het zijn deze verhalen die mij inspireren en spreken mij tot de verbeelding. Hun verhalen heb ik verteld, zodat ze ons mogelijk allemaal kunnen inspireren. Mijn oproep vandaag is dan ook: wees niet onverschillig,
maar toon barmhartigheid en moed. Want als men in het verleden onverschillig was geweest, dan was men niet in verzet gekomen. Dan waren er geen redens gehouden tegen de Duitse bezetter. Was men niet op de kansel gaan staan. Was men ook niet gaan staken. Had men geen onderduikers verstopt. Dames en heren, onverschillige mensen ontvangen geen vluchtelingen die je niet kent. Met open mind en armen. En dat is wat ik hier in Leiden gelukkig meermaals heb gezien. Ik zie gelukkig moed. En ik zie gelukkig weinig onverschilligheid. En dat inspireert mij. Het zijn deze verhalen die ons te denken moeten geven. Geschiedenis geeft te denken. En ik zei al, de geschiedenis toont aan dat we als mensheid niet leren van de geschiedenis. Maar je kunt er wel als persoon wijzer van worden. Het kan en moet je inspireren. En het kan je helpen bij het maken van betere beslissingen en de omgang met elkaar. Elkaar begrijpen. Daarom moeten wij blijven herdenken en herinneren. Zodat we wijzer worden, geïnspireerd raken en ook meer doordachte besluiten kunnen nemen. Iedereen kan en moet opstaan voor vrijheid. Iedereen kan en moet openstaan voor een ander. Iedereen kan en moet hulp verschaffen aan hen die het zo nodig hebben. Ik daag u allen uit om niet onverschillig te zijn en barmhartigheid te tonen en bij tegenslag te denken aan al die verhalen van vandaag en aan die spreuken uit de cel van het Oranje Hotel. Vrijheid vertelt. Opdat we nooit vergeten.
Dames en heren, wij komen aan het eind van deze herdenkingsbijeenkomst. Ik dank u allen voor uw komst naar deze prachtige bijeenkomst. Ik dank met name de spreker, burgemeester Van der Velde, voor zijn mooie en bezielende woorden. Een oproep voor ons allen. De dichter, de stadsdichter Zoe van de Kerkhof, dank je wel. Het koor van de studenten muziekgezelschap Semper Crescendo, samen met hun dirigent en de pianist. Ik dank de organist en het Rode Kruis en natuurlijk de medewerkers van de Pieterskerk voor alle zorg besteed aan deze bijeenkomst. Ik heb wat verzoeken. Wilt u blijven zitten totdat de dames en heren op de voorste rij de kerk verlaten hebben? Want die kunnen dan straks vooraan lopen bij de stille tocht. Want die komt hierna. U bent van harte uitgenodigd om die stille tocht mee te lopen. Sluit u zich aan, een beetje straks ook een beetje opschuiven naar buiten. Dan kan de kop van de stoet weten wanneer hij ongeveer kan vertrekken. Wilt u alstublieft het karakter van die stille tocht meenemen in uw hoofd en in uw gedrag? Dat is een beetje een gekke opmerking, maar als je zo met elkaar loopt, is dat al snel een reden om nog het laatste nieuws uit te wisselen. Dat is niet de bedoeling van de stille tocht. Wij gaan dan naar de Lammermarkt. Daar vindt nog een korte herdenkingsbijeenkomst plaats en de 2 minuten stilte. En daar wordt ook het bloemendefilé gedaan. Ten slotte, maar ja, dat moet ook een beetje. U vindt in uw boekje een QR-code. Die is ter bestrijding van de kosten van deze bijeenkomst. U kunt ook aan het eind van deze bijeenkomst bij de deuren een wat achterlaten. Voelt u zich vooral niet verplicht. Het is een vrijwillige, natuurlijk vrijwillige bijdrage. Ik dank u allen hartelijk en ik nodig u uit om te gaan staan voor het Wilhelmus.
En dit was de herdenkingsdienst live vanuit de Pieterskerk in Leiden in het kader van dodenherdenking. De bezoekers van de kerk gaan nu in stille tocht richting de Lammermarkt, waar om 8:02 stilte in acht genomen zal worden.